Stop je die daar neer. Zo, en een mooie hand vrij. Kijk, met die hand zo. Kan niks gebeuren. Kijk, zo. Nu kun je... Op zaterdagmiddag 15 februari hield Clan Quibus in de voormalige school aan de Zevenheuvelenweg te Groesbeek zijn allerlaatste kinderfeest. Dan gaan we samen met alle kinderen binnen de tafel. Is dat goed? Quibus, was de laatste keer. Hoe voel je je? Ja, ik heb nog niet het gevoel dat het de laatste keer was. Dat moet nog komen. Het is ook een beetje dubbel gevoel. Kijk, van de andere kant moet natuurlijk wel realistisch zijn. Ik heb het een geweldige tijd gehad natuurlijk als Clan Quibus. En je moet niet terugkijken, je moet vooruitkijken. Kijk, en ik, gezien mijn leeftijd mag ik eigenlijk God op mijn knieën danken dat ik het zo lang heb mogen doen. Dat is echt zo. Dus gezien, daar moet ik alleen maar dankbaar zijn. En gewoon vooruitkijken en kijken wat de toekomst brengt. Maar als ik terugkijk, dan zeg ik, ja, gewoon geweldig. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Ja. Hij heeft al een streven op de laatste dag. De vrolijke anti-kraakclown van Groesbeek. De enige anti-kraakclown van Nederland, volgens mij. Theo, je bent dus echt een bekende Groesbeker, een monument. Maar de kinderfeestjes hier zijn wel voorbij. Ja. En daarom gaan we zo meteen die deur dicht doen voor de allerlaatste keer. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Ja, sowieso. Dat sowieso. Oké, gaan we nu op slot doen.